De zomer komt er weer aan en dan is het natuurlijk heerlijk warm. Maar je hebt dan ook kans op klotsende oksels. En nou heb ik begrepen dat je dat kunt voorkomen door een operatie. Maar ik vind dat toch wel heel erg rigoureus. Vandaar dat ik op zoek ga naar een alternatief. Ik heb het internet afgespeurd en ik kwam hier terecht. Hier bieden ze een alternatief door middel van energiestoten. Klinkt heftig. Menno, even voor mijn beeldvorming. We zweten natuurlijk allemaal, maar hoe komt het dat je oksels echt het meeste zweet van je hele lijf? Nou, in principe zweet je op heel veel plekken op je lichaam. Maar met name omdat de oksels, omdat het een lekkere holte is, kan er daar het zweet niet makkelijk verdampen. En blijf je daar dus meest lang last houden van vochtigheid. Maar is dat nou echt zo'n probleem, dat zweten? Nou, een beetje zweten is natuurlijk niet erg. Nee. Dat is voor mensen geen probleem. Maar als je serieus zweet, dan is dat echt een sociaal stevig probleem. Ik zie regelmatig mensen die gewoon met 4-5 shirts van huis gaan 's ochtends om de dag maar door te komen. Maar goed, er is een operatie die je kan laten doen. Hoe werkt het precies? Nou, er zijn een aantal mogelijkheden. Een operatie kun je doen. Dat is wel echt een serieuze operatie met alle bijkomende ellende van dien, hè, onder algehele verdoving. Wat veel makkelijker is om te doen, om dat ook plaatselijk te doen. Veel veiliger met een middel wat een natuurlijk product is, is botox. Ja, maar dat moet je elke keer weer opnieuw doen. Absoluut, dat is een beetje het probleem. Het werkt prima, maar omdat het een volledig natuurlijk product is, wordt het volledig door het lichaam opgeruimd en na verloop van een aantal maanden is het effect verdwenen. Maar er is een alternatief. Er is een heel mooi alternatief zelfs. Vertel. Het apparaat, er staan een paar van in Europa op dit ogenblik. Dat werkt met magnetronstraling, waarbij je eigenlijk precies op niveau van waar de zweetklieren zitten, je de zweetklieren verwarmt tot ongeveer 60 graden. Dus wat je dan ziet, is dat die zweetklieren keurig opgeruimd worden door het lichaam en ben je dus gewoon voorgoed van je zweet af. Ik wil dat wel eens zien. Top, gaan we doen. Esther, jij krijgt zo de behandeling voor je oksels. Ja. Waarom heb je hiervoor gekozen? Nou, ik ben sowieso een flinke zweter. En op zich is dat niet zo heel erg, maar onder je oksels is dat best lastig. Je gaat ook een beetje geuren. Ja, logisch. En als het in principe best makkelijk verholpen kan worden, ja, is dat wel fijn. Precies. Waar ben je er bang voor? Nou, een gezonde spanning voor de behandeling, maar het is niet bang te noemen. Nou, het lijkt mij namelijk best spannend. Ik ga vragen of we kunnen beginnen. Ja. Joehoe! Daar zijn we weer. Goedemiddag. We gaan beginnen. Prima. We gaan wat doen. Hier, dit deel, wordt de huid in vacuüm getrokken. En doordat hij vacuüm trekt, is hij mooi in één geheel. En dan zie je dus dat op dat niveau de magnetronstraling er doorheen gaat. Oh, je ziet heel die oksel bij elkaar trekken. Je ziet die oksel bij elkaar trekken. En je ziet hier op het beeld dat hij hier, die groene balk, dat hij aan het verwarmen is. Oh, dat is een enorme zuigsen op je oksel. Maar hoe lang duurt het dan weer voordat je met een leuk hemdje weer aan kan lopen? Want dit wil je natuurlijk niet. Nou, misschien een nieuwe ervaring, zuigschoenen in je oksel. Maar deze zuigschoenen zijn met 3 dagen vertrokken. Oh, dat zegt heel snel. Vind je er helemaal niks meer van terug. Gelukt. Zie je wel, je hebt helemaal geen operatie nodig tegen okselzweten. Je kunt gewoon een simpele behandeling ondergaan door energiestoten. Een fabel dus. Ik zeg volgende oksel.